proberen dat ik hem gesynchroniseerd krijg. Oké. Okay. Maar normaal gesproken doe ik dat met mijn vingers. Ja, ja. Maar van boven naar beneden kijkend is heel lastig synchroniseren. Oké. Okay. Als je de camera's naar elkaar toe hebt, ja, dan zie je ze allebei. Ja. En dan kan je de bewegingen goed zien, zal ik maar zeggen. Ja, ik snap het. Van boven naar beneden is heel lastig. Oké. Okay. Moet ik er wat op verzinnen. Maar goed, dat komt wel. En die zal over niet al te lange tijd zal die ook vol zijn, want de route is langer dan 2 uur in 40 minuten. Serieus? We hebben iets van 3 kwartier op de heenreis al gedaan, hè? Oh, oké, okay, ja. Yes! Ik kan wel zeggen, het moet toch kunnen, maar dat was ook meteen mijn schoen. Net trouwens, viel het me op dat de camera de microfoonplug er niet in had zitten. Oh. Dus alle gesprekken die we gehad hebben, ook niet. We zijn waarschijnlijk gewoon niet opgenomen. Ah, jammer, we hebben een hele privérit gehad, zeg. Aha. Dat is mooi. Ach ja. Wauw! Oh ja, je kwart je mensen nodig en de wedstrijd hebben! Nog een keer zeker! Fijn! Right, take 3! Kijk eens voor je. Oeh, nice. Oh, deze bocht die kennen we. Ja, die kennen we zeker nog. Ja, die hebben we vaker gereden, dat is waar. Ja. Oh, wat een mooi gebied is dit, jongens. Ja. Yep. Wanneer verhuizen we? Ja. Ah. Nou, verder maar. Het is serieus waar dat ik de stap nu echt niet durf te maken. Sowieso misschien wel niet durf te maken. Maar hier word ik gelukkig van, hoor. Ja, dat ik geloof, ja. Snap hem. Nou, dat was volgens mij die weg langs het restaurant, of niet? We hebben toen wat gegeten op een gegeven moment aan de linkerkant. Nou, weet ik niet. Volgens mij staat dat daar. Volgens mij komen we zo beneden dat restaurantje aan de linkerkant tegen.
Nou, ik draai de hele dag al verkeerde dingen, dus je zou zomaar gelijk hebben. Daar zo, ja hoor. En we aan de rechterkant van het pand hebben gegeten. Hier? Echt niet. Kijk maar, 1, 2. Oh ja, die Canadière, ja verdomd. Ja. Ja. Jezus, dat je dat nog heeft, maar helemaal. Dat was echt niet bijzonder, maar... Nee. Oh, dat is geen aanrader dus, jongens. Nee. Wel toeristen op de weg, toch? Dat kan me van vorige keer minder herinneren. Dat is grappig. Wel veel meer motorrijders en fietsers toen. Dat is natuurlijk lul uit mijn nek, maar... Ik wil zeggen, we waren hier 4 dagen toen. Ja. En 2 van die dagen hebben we toen echt... in the middle of nowhere gereden. Ja, true. We hebben echt weggetjes gezocht. Ja. Daar was ook niemand. Where is Morro? Oh, dat was hier rechts. Ja. Als je hier rechts gaat, ga je naar die... Ja, omhoog, dan ga je naar het grindpad. Volgens mij wel, ja toch? Ja, ja. Nee, dat was niet één. Dat was de volgende, want dat was zo'n motorhotel. Bikers welkom, ja. Dat was hier wel, volgens mij. Dat was hier iets. Ja, dat was hier zeker wel. Was dat toch dat straatje daar? Ja, volgens mij zou dat bruggetje wel overgegaan. Ja, dat idee heb ik ook. Ja. Wel! Ah ja! Wat verdorie. Oh ja, gast! Jezus! Je blijft het ook leuk vinden ook, hè? Aha. Jij ook. Ja. Ja, dit zijn dus de dingen, weet je, ik snap dat het aan de ene kant een beetje laf dat je dan achterop stapt. Je moet juist nu oefenen en juist nu zelf rijden. Aan de andere kant denk ik, maar dit is zo leuk. Zo vaak doen we dit niet meer. Dus ja, weet je, heb je de kans om dit te doen, heb ik. Sorry. Ik vind het gewoon leuk. Oh ja! Oké. Wat is er, Scotia? Ho, 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 ho! Hello, would you... Gast. Oh, shit, ben ik. That is not funny anymore. Stop it. Stop it now, immediately. Well, I will crush you with my knees. Echt niet. Hey, bok maar lekker in het weg. Ik blijf toch wel zitten. Het is dat ik weet hoe lief je bent voor dieren, maar anders. Huh? En dan zou ik je toch verdenken van statistische praktijken, zeg maar. Thank you.
Ja. Dat is de eerste. Ja. Hij is achterin zitten, joh. De Semmerie 7700 ZZ de meter, met meter. Hey, je zou net ook geweest. Ha, ha. Ja, de Bellevue. Hier beneden zit dat mooie doopplekje. Ja. Oh. Wauw. Ja. Yep. Wauw. Oh, ruik je dat? Ja, dat ruik ik. Dames en heren, zo jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Ik heb de hele dag al zo'n natuurlucht. Ik kan het niet anders omschrijven. Zo verschrikkelijk lekker. Sorry, zijn mijn voeten er weg? Denk het wel, mijn voet raakt ook de grond. Daar kan ik jou de schuld niet voor geven. Goed opgelost trouwens. Wat heb ik goed opgelost? Nou ja, we zijn net niet de grond in gereden, dus dat heb je toch mooi recht gehouden. Ik dacht de straat aankomen, ik dacht, oh. Kijk, waar je heen wil, de fiets wat platter of in ieder geval wegdrukken. Ik denk dat de meningen hierover verdeeld zijn, over hoe ik de bocht omging. Nou, dit is dat bruggetje weer inderdaad. Kijk, nou kan je wel kijken.
loop wel eens zelf een zaal in de supermarkt en dan kan je zelf kijken. Ja, is goed. Tenzij we eerder een stadje tegenkomen waar een supermarché zit, maar dat voorzie ik eigenlijk van niet. Zo dan. Nou, daar steek ik mijn hand ook niet naar op. Nee. Wel langer dan die ander. Aha. Dat bedoel ik. Merk je dat de vooral zo harder gaat rijden? Ja. Inderdaad. Nee, laat ze erop jagen. Dat is niet anders. Ik ga niet jagen, want het, dat moet hij zelf weten. Kom maar zo vanzelf wel weer tegen. Vrij. Ken je deze nog? Ja, precies waar. Sorry. Dat was mijn schoen. Die pen is echt wel korter. Dit is zo'n leuk weggetje dit. Eigenlijk moet jij deze zelf rijden, maar...
Ah, weer mijn schoen. Hij is echt op. Laat ik nou net beelden van 2 jaar geleden hebben weggegooid. Dus. Maar volgens mij heb ik het filmpje nog wel op YouTube staan. Wel. Ja, dit huisje zeker wel. Dit staat op YouTube. Deze heb je naast elkaar lopen. Ja, precies. Ja. Dat bedoel ik. Ja, inderdaad. En dan krijg je hier fietsers en van rechts. En, ja, inderdaad. Ja. Vraag ik nog aan jou, kijk jij even rechts of niet? Ja, nee, weet je zeker, rechts. Nee. Nou, kijk jij van die kant? Ja. Oh, we gaan ook die kant op, sorry, kijk even links. Zie je dat? Ik vat mijn vorige keer ook, hij is vrij, go. Yes. Oef. Want hier zit dat restaurantje ergens. Ja. Ja, daar hebben we toen gegeten inderdaad. Ja. Het was niet super lekker toen, dacht ik. Lekker ijsje, dat wel. Huh? Lekker ijsje. Ja, dat wel volgens mij, maar dat wat ik had was iets minder. Goed, we hebben er alleen ijsje gegeten, Lili. Dan heb ik een verkeerde herinnering. Er was toen niet zoveel meer, wel verkeerde tijd van de dag of zo. Er zat zo'n biologisch winkeltje zat erin. Oh ja, dat was het, ja. Het is in één keer wel kou hoor. Fucking hell. Hier gingen we toen de vorige keer rechts. Yep. Vrij. Ik vrees dat ik u kan mededelen dat mijn brandstofverbruik een klein beetje gestegen is. Joh. Ik heb geen idee waarom. Nee, dan voor het niks. Als het maar leuk is. Heb je daar zin? Ja, denk het wel. Dankjewel. Fijn dit. Wat? Nou, dit ritje was even fijn. Ja.
lang geleden dat we bij elkaar op de motor hebben gezeten. Ja. Althans, dat je bij mij op de motor hebt gezeten. Want daar bij jou achterop heb ik nog nooit op de motor gezeten. Maar dat lijkt me ook niet heel verstandig, want ik denk dat dat niet zo goed gaat. Want ik denk dat jij dan niet mij niet zo goed kan hebben. En ik dan zeg, hey, gewoon schakelen, kutgoverdomme, ik blijf van die koppeling af. Door richting aangeven. Doe nou eens richting aangeven. Hey, let op die boom, kijk nou uit. Hey, goverdomme, rem nou zo snel en rotdomme nu. Zo. Klopt dat een beetje? Hé, hey, weet je wat ik denk dat jij gaat doen als je bij mij achterop zou zitten? Nou. Je voet op de grond zetten, meegelopen. Fuck dat. Nee, ja. Deze kant op. Nee, doorgaan. Hup, bochtje draaien. Godver, ik zei bochtje draaien. Die kant op. Hup, ah! Bocht in. Precies, ja. Wat nou, je kan hier niet draaien. Jawel, hier. Zo. Dat ga jij doen. Dat is dus, je geeft me wel ideeën, dat weet je. Ja, je gaat gewoon niet bij mij achterop, dat is duidelijk. Nou zeg. Nee. Ah, ze zijn niet in de tub geraam. Nog niet. Zullen we ze even helpen? Ja, dat... Ik denk dat dat wel geapprecieerd wordt, ja.